Hey en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe GP fans weekend de serie waarin we het belangrijkste nieuws van de afgelopen paar dagen met je doornemen. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Nou vergeet het dan zeker niet te doen. Druk even op de grote rode abonneerknop onder deze video en op die manier ben je altijd op de hoogte van het allerlaatste Formule 1 nieuws. Voor nu laten we doorgaan met de video. We beginnen met het inmiddels welbekende DRS-probleem waar Max Verstappen dit seizoen regelmatig tegenaan loopt. Volgens Paul Monaghan, Red Bull F1-hoofdengineer, wordt het raceweekend in Baku een goede test voor de DRS van Red Bull. Max Verstappen had in Spanje en in Monaco problemen. En ja, dat soort problemen wil het team voor komend weekend oplossen. In gesprek met motorsport.com zegt Monaghan namelijk dat uh, Red Bull er nota bene zelf voor heeft gezorgd dat de DRS een probleem werd voor het team. Onze problemen met de DRS hebben we onszelf aangedaan. Zo eerlijk moeten we zijn. We hebben een pijnlijke les getrokken uit deze kwestie. Het is een opluchting na het werk van een aantal hele slimme mensen. Zij hebben het onderzocht en geanalyseerd. En ze hebben in korte tijd uitstekend werk gedaan. De uitdaging is op elk circuit weer anders. De wachttijd verandert. De snelheid bij het openen verandert. En de omstandigheden zijn anders. Ik heb er vertrouwen in dat we geleerd hebben van Spanje. En daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat we dit moeten accepteren en verder moeten gaan. Al dus, Paul Monaghan. En Sergio Perez heeft via zijn Instagram gereageerd op de video waarin de Mexicaan dronken te zien zou zijn na afloop van de Grand Prix van Monaco. Op de video is hij daarnaast kortstondig close in beeld met een vrouw waardoor er meteen de wildse geruchten over het internet gingen. Ik heb de video gezien die rondcirculeert over mij en daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor. Het was een uit de hand gelopen feestje waar ik het lastig vond om mezelf onder controle te houden met de emotie waar ik me op dat moment bevond. Mensen die dicht bij me staan, kennen mijn waarden en normen en weten hoe ik ben. Aan de mensen die vragen hebben, kan ik zeggen dat mijn vrouw en ik closer zijn dan ooit. De mensen die ons willen beschadigen, wens ik beterschap toe. Bedankt voor al jullie liefde en ik bied mijn excuses aan naar alle mensen die van mij houden. Deze beelden geven geen juiste weergave van mij. We zullen het verder niet meer over dit onderwerp hebben. En laat ons alleen maar het geweldige moment dat we beleefd hebben vergeten. Al dus, Seju Perez. Mercedes leek in Barcelona het porpoisingprobleem onder controle te hebben. Maar in Monaco was het toch weer raak. De W13 stuitte er enorm veel. Maar toch is Helmoet Marco er zeker van dat Mercedes nog steeds niet afgeschreven moet worden. Mercedes staat momenteel 101 punten achter op Rebel in de strijd om het constructeurskampioenschap. Russell staat vierde bij de coureurs en Lewis Hamilton op de zesde plek 75 punten achter op Verstappen. Ja, ook qua klassement dus een kansloze opgave, maar op de baan wil Helmut Marco de Silver Arrows nog niet vergeten. Marco heeft dan ook tegenover Oostenrijk gaan dat hij de concurrent van vorig seizoen nou in de gaten houdt. Ja, dat doe ik. Hun auto wordt elke dag sneller. Vanaf de toptijden zijn ze al op ons niveau of zelfs beter. Je moet ze dus echt niet afschrijven. Als Mercedes ineens alles weer domineert, dan is Hamilton er ook weer. Ja, wat denk jij? Gaat het team van Mercedes dit seizoen nog terugkomen? Laat het weten in de comments hieronder. En dan een tegenvaller voor het team van Williams. Want het Formule 1-team heeft namelijk een boete van 25.000 dollar af moeten tikken. vanwege het overtreden van de financiële reglementen. Zo laat de FIA weten via een statement. De Britse formatie is op de bon gegaan nadat men er niet in slaagde. om voor de deadline van 31 maart 2022 de financiële administratie over 2021 in te leveren. Of het welbekende budgetplafond door de teams wordt nageleefd, dat wordt streng gecontroleerd door de FIA. Zo verplicht artikel 5.1 van de nieuwe financiële reglementen de teams om, in dit geval dan, voor 31 maart 2022 de jaarrapporten in te leveren. Nou, Williams deed dit niet. En werd daarom afgelopen april door de Cost Cap Administration van de VIA op de hoogte gebracht van de overtreding. Wel hadden zij de VIA ruim voor het verlopen van de deadline op de hoogte gebracht van het feit dat deze niet gehaald zou worden. Nou, Williams kreeg uitstel tot 31 mei om de rapporten in te leveren, moest een boete van 25k aftikken en draaide op voor de gemaakte kosten door de CCA. Sluit hem af met Max Verstappen, want hij verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull Racing tot en met 2028. En daarmee ligt een groot deel van de toekomst van de Nederlanden in de Formule 1 wel vast. Ja, of hij na het uitdienen van zijn contract überhaupt nog wel doorgaat in de Formule 1 moet de wereldkampioen nog maar zien. De Limburger is dan 31 jaar en het is voor hem dan maar de vraag of hij op dat moment nog wel verder wil gaan in de koningsklasse. Ik ben niet van plan om voor een ander team te gaan rijden. Ik ben blij hier en ze zijn blij met mij. Ik heb nog niet bedacht wat ik na 2028 wil gaan doen. Misschien stop ik wel. Ik zit in de Formule 1 sinds dat ik 17 ben. Ja, het is een lange tijd en ik heb een hoop seizoenen gereden. Misschien wil ik wel andere dingen gaan doen op mijn 31ste. Misschien heb ik er dan wel genoeg van, van het constant te moeten reizen. Misschien wil ik wel een gemakkelijker leven en gewoon races rijden die ik leuk vind. Maar ja, wellicht zit ik in een gevecht in 2028 en dan is het dom om ineens te stoppen. Het is lastig te voorspellen. Zo liet de wereldkampioen weten aan de Daily Mail. Nou, voorlopig kunnen we dus in ieder geval nog sowieso een aantal jaren genieten van de Red bull -courier. Voordat ik hem afsluit, wil ik jullie nog even op de hoogte brengen dat wij een eigen GPFans Discord-server hebben. De link daarvan kun je vinden in de beschrijving hieronder om hem ook te joinen. We zitten al over de 1200 leden, wat super vet is natuurlijk. En op die manier brengen we de community nog dichter bij elkaar. Um, was hem dan, de GPFans Weekend van deze week. Voor dit een leuke video, laat het even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!